En dan gaan we eraan beginnen. Hè. Dus welkom allemaal bij alweer de derde masterclass georganiseerd door Sinoco in een reeks van 24. Op het einde van de sessie zal ik jullie weer even laten zien wat er nog allemaal aan staat te komen van sessies waar je nog voor kan inschrijven. Dit is de tweede, of part 2 van de Bartender Masterclasses met Bram en Matthias. Part 3 is op 19 april en daar kan je nog voor inschrijven, nog deze week. Zie dat je er dus bij bent. Als je nog niet ingeschreven bent, dan heb je de derde sessie ook meegemaakt. Wat gaan we doen vandaag? Jullie hebben allemaal 7 sampletjes gekregen van 7 zeer uiteenlopende dranken. Die gaan we proeven, uiteraard. En Bram en Matthias gaan daar een reeks inspirerende cocktails bij verzinnen. Jullie daar iets over vertellen, hoe dat zij die zouden verwerken. In de hoop dat jullie een beetje inspiratie opdoen om aan de slag te gaan met die dranken. En zoals ik al zei, wij horen graag jullie interactie, jullie ideeën. Vorige keer hebben we heel wat ideeën gekregen, onder andere rond bierpairing. Maar ook als je zelf een idee hebt om een leuke combinatie te maken met deze drank, gooi het in de groep alsjeblieft. En er is een speciale uitdaging voor vandaag, aangezien het paasmaandag is. Zoeken we naar mooie combinaties met chocolade. Dus als iemand bij een van de dranken een bijzondere suggestie heeft om te combineren met paaseieren, met chocolade, dan horen wij dat bijzonder graag. Er is geen extra prijs of zo, behalve eeuwige roem en de eer van de paascocktail van de dag gekregen. Paascombinatie van de dag. Dus, mag zowel een pairing zijn als een cocktail. Voilà, een pairing. En het mag een pairing zijn met pure chocolade, met witte chocolade, of met die eikens met wit en praliné die je zo graag eet, of die met pistache die niemand moet hebben. Als je een goede combinatie vindt, gooi het alsjeblieft mee in de groep. En dan gaan we zien wat we ermee kunnen aanvangen. De twee heren hier aanwezig hoef ik jullie waarschijnlijk niet meer echt voor te stellen, maar ik ga dat toch nog heel even doen. Matthias Soberon, Served by Soberon, cocktailblogger en man who's going places, zoals we daar net al even aan het gezegd hebben. Momenteel in de tweede ronde van de Tio Pepe Challenge en genomineerd voor de ISWC, IWSC. Nu zeg ik het zelf verkeerd waarschijnlijk. Maar sowieso, ik vermoed dat jullie hem allemaal al volgen op Instagram. Ook dus zeker de moeite om te blijven volgen. Matthias, goede week gehad. Hoe was uw week? Ik had paaspauze, zoals het genoemd wordt. Vooral een beetje aan het bekomen geweest van de eerste ronde van de TFP Challenge. Die ik, zoals al gezegd, heb mogen winnen. Wat wel echt een beetje crazy was, uiteraard. Mm-hmm. Lekker aan het voorbereiden geweest voor vandaag ook. Hè. Maar verder eigenlijk alles vrij rustig. Een beetje tijd gemaakt voor het gezinnetje. Dat voornamelijk. Dat is zeer belangrijk ook. Hè. Zeer belangrijk. Dus, ja. Trouwens, die Tio Pepe Challenge, binnenkort is daar de tweede ronde van. En daar gaan we iedereen ook weer vragen om te gaan stemmen voor Matthias. Ja. Hè, want het is een kwestie van stemmen op social media. Dus we gaan dat dan weer via alle kanalen zien passeren. Waar dit keer is er nog geen datum bekend. Dus ik moet jullie nog even afhouden. Ja. Voilà. Tegen wie is, dat weten we ook nog niet. Dat weet ik nog niet. Er moeten nog 4 wedstrijden van de eerste ronde gespeeld worden. En dan worden de namen getrokken, FIFA-gewijs, tegen wie dat ik ga moeten spelen. Dat is zo uit een pot met balkjes en dan met warme en koude balkjes, dat ze de loting kunnen beïnvloeden. Ja. Is dat op die manier? Ja. Vrees ik. Het is een shaker met papiertjes, maar... Een shaker met papiertjes, ja. Het concept is hetzelfde. All right. Dus daar houden we jullie van op de hoogte, zeker en vast. En dan onze tweede gastspreker voor vandaag is Bram Raas. En Then I Had a Little Drink op Instagram. Ook bijzonder de moeite om te volgen. Niet alleen voor de cocktails, maar ook voor de foto's. Fantastische foto's, vind ik echt waar. Ik vraag mij dan af, jij zet er altijd heel veel bloemetjes en zo in. Heb jij die dan zelf geplant thuis? Staan die bij u? Of van waar haalde jij die? Ja, die zijn inderdaad van in de kruidenbak. Alright. Ja. Kijk, hoe, en wat staat er nu in bloem? Nu eigenlijk nog niet veel. Nu is het vooral het bonenkruid, de tijm, maar ja. Nog niet in bloei. Maar dat zijn zo de dingen die ik nu vooral gebruik. Alright, kijk hoe. Dus zeker in doorgaan we allemaal. En ikzelf ben Jeroen van Dijk van Meug en ik mag hier en daar de stiltes opvullen. En vragen doorgeven en alles een beetje naar elkaar praten. Dus wat gaan we doen? Ik ga elke keer over elke drank
een heel kort introotje geven. Jullie via een sharescreen een beeldje laten zien van die fles ook. En dan ga ik gewoon het woord doorgeven aan een van deze heren. Stijn zegt, Bram heeft ook een geheim Instagram-account over zijn tuinavonturen. Klopt dat, Bram? Ik vrees van niet, jong. Dat de... Ikke en planten, dat komt over het algemeen niet goed. Chance dat mijn vriendin er is om daar, die te redden van mij, want anders zou er weinig van in huis komen. Stel voor als er iemand een goede hoek of nickname heeft om op Instagram over een goede nickname voor Bram in zijn tuin te vinden. Je mocht in een chat zeggen en dan starten we die account gewoon. Oh, Jeroen, wat doe je mij aan, man? Ah ja, maar ja, het is interactief vandaag, Bram. We gaan alle richtingen uit. Dus... en er vraagt hier al iemand privé in de chat aan mij om het filmpje achteraf te bezorgen, dus daarom dat we het opnemen. Hè. Dus voilà. Alright, goed. We gaan eraan beginnen, lieve mensen allemaal. En dat gaan we doen met La Coppa Vermouth, de rode vermouth die jullie gekregen hebben. Ik ga de PowerPoint even openzetten, dat jullie die kunnen zien, die fles. Daar is hem. Dat is een vermouth van González Bias. Spanje uiteraard. Zij maken al vermouth sinds 1896. En dat is toevallig ook het eerste jaar dat de moderne Olympische Spelen gestart zijn. Vond ik wel opvallend ook. En dit recept, wat je nu nog altijd in je fles krijgt, is gebaseerd op een recept van 1906. Dus het is al 115 jaar hetzelfde recept. En wat ik ook spannend vond, of leuk vond, is het merk zelf, La Coppa, is blijkbaar al geregistreerd als brandname in 1884. En daarmee zijn ze een van de eersten die een geregistreerd merk hebben neergezet. Dat is iets van het eind 19e eeuw. De eerste die daar echt mee begonnen zijn, was Bass, Engelse bier, de Pale Ale, de Palel, met de rode driehoek. Die rode driehoek, dat was eigenlijk het eerste echte geregistreerde brandname. En zij zitten dus maar 8 jaar daarna, dus ze zijn eigenlijk redelijk snel met die La Coppa gaan werken als brandname. En wat er ook nog plezant aan is, dus het is een vermouth, dus het is uiteraard met kruiden enzovoort, maar het is de basis is Soleras van Oloroso en Beekzwijnen van González Bias. En daar ga je eigenlijk mee aan de slag, of daar gaan ze mee aan de slag om deze vermouth te creëren. En dan ben ik vooral bijzonder benieuwd, Bram, wat jij ermee gaat uitsteken. Yes. Ja, rode vermouth in cocktails. Ik denk als we gewoon al beginnen met de Manhattan, de Negroni en alle varianten, dat we een weekje verder zijn tegen dat we rond zijn. Maar ik heb zo wat proberen kijken van cocktails waar dat de vermouth een beetje mee de hoofdrol speelt. En dan heb je bijvoorbeeld een diplomat cocktail, waarbij dat dan het verhaal gaat dat die een lager in alcohol was. En daardoor werd die vaak gebruikt door besteld ook diplomaten die hun hoofd bij de onderhandelingen wouden houden. En de deze is wel een leuke, omdat je zo heel neig die kruidigheid hebt. En je hebt ook echt wel dat bittertje. Hij is niet enkel zoet, het is zeker een zoete vermouth, maar je hebt mooi dat bittertje ook. Dat alles mooi in balans trekt. Ja. En voor uw diplomat cocktail ga je eigenlijk ook een droge vermouth gebruiken. Dat is een beetje het hoofdbestanddeel, 50 milliliter. Denk met een droge sherry, dat ook heel leuk zal zijn. Zeker in combinatie met deze. Met dan 20 milliliter rode vermouth erbij. Een barspoon maraschino liqueur. En 2 dashes aromatic bitters. En gewoon stuiven. En je hebt een relatief lichte cocktail die niet zo... Allee, die wel redelijk avondelijk aanvoelt. Zo, weet wel, met de koep in de zetel op het gemakske. Dan heb je ook natuurlijk... Er zijn wel wat gelijkenissen, puur in ingrediënten, maar een Martinez is ook een geweldige om met je rode vermouth te gaan. En als je daar een beetje kijkt, de Martinez wordt zo'n beetje gezien als de missing link tussen de Manhattan cocktail en de Martini cocktail. Maar in hoeverre, dat zijn zomaar cocktails die een beetje samen ontstaan zijn. En origineel was die vooral, nu ga je die vaak tegenkomen met een London Dry Gin, maar eigenlijk standaard is dat Old Tom of Holland Gin, wat wij Genever noemen, wat dat in Amerika herkend was als Holland Gin.
En de originele recepten daarvan, dan spreken we al 1887. In de eerste barboek van Jerry Thomas is dat nog 2 delen rode vermaat. 1 deel old time. Met een barspoon maraschino liqueur. En ook een dash bokersbitters toen. Dat was toen het grote merk zoals dat we nu Angostura kennen. Maar naarmate dat de geschiedenis verder gegaan is, is die receptuur van die cocktail altijd maar droger geworden. Zoals dat we bij de gewone martini ook zien. Dus dan heb je equal parts gekregen tussen uw martini, tussen uw vermaat en uw gin. En heb je ook de versie 2 delen gin of genever en 1 deel vermaat gekregen. Mijn persoonlijke favoriet is 50 milliliter genever of old town gin en 30 milliliter van de vermaat. Zo 1,5-1 qua deel. En dat geeft zo de kwaliteiten van uw vermaat nog. Maar ook wel zo wat ik van uw gin. En wat dan ook wel een leuke is daarbij, dat vroeger meer gedaan werd, is om vermaat te gebruiken in een sour. In combinatie met uw base spirit. Dus het bekendste voorbeeld daarvan nu is een Clover Club. Waarbij dat je 50 ml gin hebt. En dan in dat geval droge vermaat. 15 ml. Maar je kunt daar eigenlijk heel veel kanten met dan ook nog je sour element en je sweetener. Heb je bijvoorbeeld gin en droge vermaat is fantastisch samen. Witte rum en droge sherry is fantastisch samen. En in deze geval zat ik zo'n beetje te denken op een Negroni sour. Dus 1,5 gin of mezcal. Met dat we vorige keer het gehad hebben over mezcal Negronis. Die Meteoro dat we toen geproefd hebben vorige keer. Ja, inderdaad. Met dan 20 milliliter van de vermaat erbij. 20 milliliter limoensap. En dan nog 20 milliliter suikersiroop. Gewoon shaken in een koepglasje. En gewoon gaan. Lekker, dat geeft gewoon die verfrissende, beste smaak van die vermaat. Zit daar dan in die cocktail. En dan puur, nu als laatste voor deze, ga ik een cocktail maken. Maar het is wat een uitsmijter. Met wat, hoe zou ik het zeggen? Wat ingrediënten die je minder rap gaat tegenkomen. Waaronder verjus en gomsirup. Zijn er mensen die er al mee gewerkt hebben daarmee? Matthias? Vitas heeft er ook al mee gewerkt, zie ik. Ah, wel. Dus verjus, dat is eigenlijk het sap van onrijpe druiven. Dus je zou dan pijzen van, amai, die moderne dingen, ik vind het dan fantastisch, dat was heel in de middeleeuwen. Dat was toen heel vaak gebruikt in de keuken, voordat ik hier citroenen en dergelijke te krijgen waren. Dus als je 50 milliliter droge sherry, ups, 20 milliliter. Ik ga even binnen moeten. Dat komt er dan van als je nog een keer wilt proeven en je vergeet wat je gedaan hebt. Allee, ja. Je bent eigenlijk te goed voorbereid, Bram. That's my story and I'm sticking with it. Ja, hoppakee. Met nog 20 milliliter Pinot de Charente bij. Vind ik ook geweldig. Geeft zo een lekker zoetje. Hier heb ik mijn verjus. 30 milliliter. En ik ga er nog een barspoon peak sherry bij doen. Want dat is fantastisch en maakt alles beter. Dat is dan de nectar die we vorige keer geproefd hebben. Ja, klopt. Inderdaad. Right. Ook van González Bias. Ja. Shout-out. Ja.
Zeg, en die verju, dat kun je ook zo kopen, Bram? Of... Wel, je hebt dat in verschillende webshops. Je had dat soms wel wat moeten naar te zoeken. Maar dat is wel te vinden. Dat is wel te vinden. Het ding dat ik wijs, wat ik in de... Eigenlijk naar niet eerlijk gezegd. Wat we horen, wat we zeggen. Het zotte daarbij... Nee, het zotte, dat is eigenlijk totaal niet zot. Als je gelijk een wijn... Dat hangt heel erg af van uw druiven en dergelijke. Dat is bij verju eigenlijk ook zo. Ja. Want in het begin had ik gewoon een verju gepakt en die werkte en dat was goed. Tot als iemand anders, die er veel meer ervaring in had, mij daar een keer gezegd had van, je moet een keer wat verschillende proberen. En dat geeft echt een enorm verschil. En okay. Om te zeggen dat het een beter is dan het andere... Maar je hebt verschillende nuances in je cocktail. Ja. En het leuke bij deze vind ik, dat ziet er echt uit als een... Ja, zo wat meer Manhattan-style. Dat is ook gestirred met die verju. En heb dan dat zuurtje ervan. Maar omdat je die verschillende combinaties hebt van je verschillende... versterkte wijn, en ja, Pinot de Charente ga ik nu even op een en op smijten. Mm-hmm. Krijg je wel zo die texturen en krijg je wel die complexiteit. Ja, tof. Een heel speciale kleur vond ik, Bram, maar dat was ik al heel de tijd aan het afvragen. Ik vind dit, het is een rode vermoed, maar ik vind hem eigenlijk niet zo rood van kleur. Het is eerder bruinig van kleur. Dus, Ja, inderdaad. Maar hij heeft wel zo een mooi gebronsde... Dat is absoluut mijn favoriete kleur van een cocktail. Trouwens, ah, ja. Dit ik, maar... Ja, wel, eigenlijk wilde ik daar ook naartoe. Van in hoeverre laat u daardoor leiden om een cocktail te maken door de kleur? Weet je dat op voorhand? Want je weet ook niet op voorhand wat het gaat worden, uiteraard, als je dingen bij elkaar doet. Maar... Dat hangt er een beetje vanaf. Ik probeer me daar niet te veel door te laten leiden en puur meer naar de smaak toe. Maar je hebt natuurlijk wel ingrediënten... Dat ik niet gebruik voor op Instagram, die ik zelf fantastisch vind. Maar bijvoorbeeld een Rabarbero Sfumato, dat is een Italiaanse Amaro. Maar die is niet gefilterd. Mm-hmm. En die geeft alles zo ongeveer de meest onaantrekkelijke bruine kleur dat je kunt voorstellen. En dat is dan lekker, hè? Want dat is een ongelooflijk lekkere Amaro. Ja. Maar om nu te zeggen van... Ja, we gaan er fotootjes van nemen en dat is dan natuurlijk een minuut. Dus voor in een ondoorzichtige beker of iets dergelijks te serveren, zoiets. Het ziet er een beetje uit, lijkt een Rochefort 8 of zo. Van, ja. Bruine, ongefilterde ding. Alright, tof. Er is heel wat gezegd in de chat ondertussen, dus ik ga er even doorgaan. Een paar nicknames voor uw tuiniersaccount, Bram. Dus plant verbrand, brandnetel. Dan Dylan, die laat ons hier weten, Baladin, hè, die maken een biermouth, een biermoed. Dus op basis van een barley wine maken ze eigenlijk een soort vermoedachtige drank. En dat is inderdaad wat hij zegt, heel lekker. En ook, dat is zo een fles bier dat je eigenlijk kan opendoen en dan een paar dagen later nog eens van drinken. Dat wordt in principe niet echt slecht of zo. Dus, de Xiaoyu, heel erg tof om eens te gaan zoeken. Hij zegt ook nog, vermoed valt me heel erg goed mee. Niet te kruidig, herkenbare PX, wat ik ook een paar mensen heb zien zeggen. Citrustoetsen, vanille, brambesje voor jouw account. dan op het moment dat ik het over die verju had, zegt Vitas, in de natuurwinkel vind je dat soort dingen wel. Kan ik me wel inbeelden, effectief. Sinaasappel, beetje kruidnagel en dan de PX in de afdronk, denk ik dat wel klopt. Panda in Gent, ik vermoed dat ook weer een nickname voor uw account zal zijn. Dan gaat het nog even over die Xiaoyu. Mirto geeft eveneens een heel bruine kleur. Jullie bekend, ongetwijfeld, Mirto? Ik ken het van naam, maar ik heb het nog niet geproefd. Ja, dat is dat Sardinië? Is dat vooral bekend voor zekerheid? Nee? Ja, oké, voilà. Hey. Nee. Voilà. On point, Matthias, on point. Ja, ja. Super lekker. Het is lang geleden dat ik dat had gedronken. Ik heb er ooit een flesje van gehad, maar dat is long gone.
Alright, kijk, ik had er nog nooit van gehoord, dus ik leer weer al bij. Mirto, ga ik eens checken. Ik zou is een ander bier van hun. Een biermout heet gewoon biermout. Biermout. Ja. Hoe moet je dat dan uitspreken? Een Italiaanse vermoed op basis van bier die bier moet. Is het dan vermoed of biermouth? Ik weet het niet. Het doet er niet echt toe. Voilà. Ja, nee, tof. En direct heel veel suggesties en inspiratiebronnen al, Bram. Dus ja, ik vind het ook zelf een heel leuk product, dit, omdat het toch een klein beetje anders is dan de meeste andere rode vermoeds die ik ken. Is toch iets... Ja, heeft iets meer eigen karakter kunnen of zo. En zoals er gezegd wordt, die PX doet daar veel aan, denk ik. Ja, echt een topper in cocktails. Ik vind dat echt... we zitten hier wel voor Sinoco, Joey Sinoco. Maar dat is echt, los van Sinoco zelf, is dat een van mijn favoriete vermoeds om te gebruiken in cocktails. Dat werkt zo mooi. En dat is onder andere omdat die PX echt gewoon zo... mooi alles aflijnt. Hè. Dat is echt de perfecte sweetening agent in cocktails is gewoon PX. Veel meer dan, er zijn nog goede rode vermoeds, daar niet van. Maar als de zoetigheid van PX komt, is dat echt gewoon, tikkelt alles gewoon op een heel natuurlijke, mooie manier aan. Volledig mee eens. Heel tof, goede starter. Leuk om mee te beginnen. Nog een paar mensen, beste vermoed die ik al heb gedronken. Top. Ervaring met de La Coppa Reserva? Is een vraag. Ik heb hem staan, maar hij is nog niet open. Maar straks. Straks. Dessert, als dessert. Ja, iedereen eigenlijk. Iedereen blijkbaar. Ja. Ja, en wat is het verschil dan met die reserve? Want ik ken het. Is het effectief, zoals Dylan zegt, een langer gerijpte versie of iets dergelijks? Even spijzen. Was het de blend van sherry's die inderdaad langer gerijpt waren, dacht ik? Weet je wat ik zal doen? Ik zal het, terwijl we aan de volgende bezig zijn, als Matthias zijn uitleg aan het doen, zal ik het even opzoeken. Hulplijn, geniaal. Dus, even een kleine hulplijn inroepen. Dat mag af en toe, we kunnen niet alles voorbereiden. Ik vind het eigenlijk een hele toffe link naar de Sorgin, die we nu gaan doen. Omdat daar ook een wijnverhaal in zit. En omdat we hier ook terugkomen van de wijn. Dus we gaan die Sorgin proeven. Ik ga even de fles... laten zien aan jullie. Deze moet ik laten zien. Dat is die prachtige fles van de Sorgin. Frans product van François Lurton, dus wijnmaker in Frankrijk, uiteraard, in Frans-Baskeland. En hij is heel erg gekend voor de wijnen op basis van Sauvignon Blanc die hij maakt. Hij is een autoriteit op vlak van Sauvignon Blanc wijnen. En hij heeft dan op een moment ook van die Sauvignon Blanc, of op basis van die Sauvignon Blanc eigenlijk, deze gin gaan maken. Om daar eigenlijk weer een kleine, verrassende andere toets in te krijgen naast de andere gins op de wereld. En dus ook om die fruitigheid vooral van de Sauvignon Blanc in zijn gin naar boven te krijgen. Hoe doet hem dat? Dus het is een distilled gin. Dus eerst wordt alcohol en jeneverbes samen gedistilleerd. Sauvignonwijn wordt gedistilleerd. En dan wordt eigenlijk alles geblend met onder andere grapefruit, limoen, citroenzest, violet, cassis. Om uiteindelijk tot Sorgin, de gin, te komen. En wat ik zelf heel plezant vond, de naam. Sorgin betekent eigenlijk zoveel als een heks. Het is een Baskische naam voor heksen, voor hekserij. En ze verwijzen er ook naar dat het eigenlijk een beetje hekserij is. Hè. Ze brouwen een gin en ze creëren iets waar vroeger heksen voor verbrand werden, omdat er uiteraard alcohol in zit en je erin van in een roes geraakt. En dat is dan ook de slogan van een gin. Het is een gin qui ensorcelle, een gin that bewitches you. Dus iets dat u in de ban houdt eigenlijk. Zeer aromatisch, wat mij betreft. Dus denk ik ook weer iets heel plezants om mee te gaan werken. Of niet, Matthias? Haha, yes. Trouwens, over de naam gesproken, schiet me niet neer als ik fout ben, maar ik meen mij te herinneren dat dat niet alleen een verwijzing is naar de heks zoals die op de fles staat, maar dat
dat de mensen die eigenlijk nachtbrakers zijn ook zo genoemd worden. Mensen eigenlijk een hele nacht door aan het feesten zijn. Dat weet ik niet. Ja, vandaar dat het ook een beetje wel gepast is voor een alcoholisch product te zijn. Ja, het is ook op de fles zelf, zie je hier, het labeltje zit zo'n klein heksje op een bezem zit erop. Dus die verwijzing is er zeker, maar dus die van jou vind ik ook goed. En zoals altijd, een goed verhaal is ook belangrijk. Dus, voilà. Ik ga nog een keer nagaan, maar ik meende mij te herinneren dat dat er ook wel bij hoort. Ik heb ooit iemand van Surgeon of Surgeon een keer hier in de kelder bij mij gehad. En die heeft mij toen een verhaal gedaan, maar ik moet zeggen, met Frans, n'est pas bon. Dus het was een beetje wat proberen begrijpen. Nu dat gezegd zijnde, ik vind dat een hele toffe gin. Om twee redenen. Ja, grape-based gins hebben bij mij sowieso al een pluspuntje. De aromatische kant ervan werd heel mooi. Eigenlijk zelfs super tof in gin tonics. Het is altijd iets om een gin en een gin tonic aan te prijzen. Maar deze doet het ook wel goed. Qua alcohol ook, hè, de 43% was het zeker. Zo net iets meer dan wat nodig is, doet het eigenlijk heel mooi. Dat is ook wel zo het punt waarop dat Geneverbes zijn schoonste aromaten naar boven komen. Hè. Dus super lekker. Maar waarvoor dat ik die Sorgin heel tof vind, is op riffs op de Negroni. En dat is ook waarmee ik ga beginnen. Ik ga hem zelf ook maken, de Lucien Godin. Lucien Godin is, ja, ik noem het een beetje de Negroni voor de mensen die geen Negroni lusten. Je neemt twee delen gin, met één deel Campari, één deel Cointreau en één deel droge vermoed. Dus ik ga dat even zelf hier ook in mijn mixing glass upmixen. Matthias, zijn er überhaupt mensen die geen Negroni lusten? Ja, ik denk... Je hebt ook veel mensen die zeggen dat ze Negroni lekker vinden, maar eigenlijk niet zo graag drinken. Gelijk Martin. Ja, ja. Ken je dat? Van die mensen die zeggen zo, à la, my stiff upper drink. Maar zo, die dat eigenlijk niet zo graag drinken. Ja. Oké. Ja. En in hetzelfde kader, naast die Lucien Godin, waar ik zo nog wat meer over ga vertellen, had ook de Jasmine, of de Jasmine. Ik weet niet hoe dat moet uitspreken. wat dat bestaat uit drie delen gin, ten opzichte van één deel Campari, één deel Cointreau en één deel citroensap. Twee vreselijk toffe cocktailjes voor de mensen die wel graag zo'n keer wat experimenteren met bitter, maar nog niet klaar zijn, hè, voor die ultieme bitterheid. Dus in mijn geval, we kunnen hem hier ook à la minute klaarmaken, 2-1-1-1, twee centiliter gin, 1 centiliter Campari, 1 centiliter Cointreau, 1 centiliter dry vermouth, of je doet verdubbeld gewoon lekker. Heel toffe cocktail, genoemd naar een enorm populaire schermer. Eigenlijk multidisciplinaire zwaardvechter in de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. Iemand die drie gouden medailles gewonnen heeft op de Olympische Spelen in verschillende jaren. Die enorm populair was en eens dat hij op pensioen was, een filmhuis begonnen is. Les Films Sportifs, waaronder ook een film gemaakt is voor de Olympische Spelen. Jammer genoeg was zijn filmhuis niet het populairste dat er was. En dat is failliet gegaan en hij heeft vervolgens, jammer genoeg, zelfmoord gepleegd nadat dat gebeurd is. Beetje een tragisch verhaal. Maar hij heeft wel een cocktail naar hem genoemd. Well, voilà. Allee. De Soberon, misschien ooit ook, ik weet niet. Misschien toch een iets andere levensloop kiezen. Gelieve niet te eindigen in een zelfmoord op mijn... Ik zou zijn leeftijd een keer moeten opzoeken, maar ik vermoed dat hij niet zo enorm oud was. Ik denk dat hij jaar of 40, 50 was. Dat is misschien iets voor een keer ondertussen te checken. We googlen het. Yes. Maar ja, dus echt een zotte P eigenlijk, die... heel veel te bieden had aan de wereld in het geval van zwaardvechten. Maar jammer genoeg met een tweede carrièrekeuze de mist is ingegaan. Te serveren in een Nick en Nora of een coupe glazen. Dus stirren met ijs. En dan af te werken met een citroen of appelsinschiltje. Of without garnish for bartenders. Is 48 geworden, Matthias? Wat?
48. Ja, voilà. Dus, en hij heeft, ook de zilveren medaille gewonnen met de floret op de, in 1920 in Antwerpen op de Olympische Spelen. Ah, kijk, voilà. Zie, dus die mens heeft... Ay, dat was echt een enorm, enorm getalenteerde zwaard en floret en degen gebruiker. Mm-hmm. Ja, de Negroni Light eigenlijk, de Lucien Gaudin. Bij deze. Ik. Schoon kleurken ook, hè. Dat is heel mooi. Mijn washline is niet zo heel mooi, maar kijk. We zijn al een paar rode draden aan het installeren. Hè? De Olympische Spelen, kleurtjes en dingen die we niet kunnen uitspreken. Dus, En namen voor Bram's en tuinaccount. En namen voor Bram's en tuinaccount, ja. Ja, en dan dus de Jasmine. Hè? Drie delen gin ten opzichte van één deel Campari, één deel Cointreau, één deel citroen. Wat hadden we nog lichtere? Dus de Negroni extra light, om het zo te noemen. Maar waar dat de Sorgin of Sorgin ook heel mooi werkt, naar botanicals toe. Dus werkt aan de ene kant zeer aromatisch op die Sauvignon Blanc, maar heeft eigenlijk twee andere sterke kanten. Die citrus, heel mooi. En die, dat cassis-verhaal, cassis en violet, dat super zacht werkt. Waarbij dat hij de perfecte gin ook is voor een bramble of een cassis bramble. Ik weet niet, cramble of zo te noemen. Goh, ik kan er niet echt per se een naam aan geven. Dat is een gin sour, heel basic. Twee delen gin, één deel sour, één deel sugar. Meestal citroen en gewoon een simpel syrup. En wat men gaat doen, dan gaat dat shaken over crushed ice en een klein beetje crème de cassis, crème de muur, over drizzelen om zo'n mooi trickle-effect te krijgen. Dan mag ietsje meer zoetigheid verdragen omdat het over crushed ice komt. Dus alle drankjes die over crushed ice geserveerd worden, kunnen net iets meer sugar verdragen dan een cocktailje dat je in een koepglas gaat serveren. Omdat uw temperatuur en uw verwatering op een andere manier gaan werken. Uw drankje gaat minder snel warm worden, waardoor dat die suiker nog net ietsje beter kan verdragen. Maar daarvoor dus ook een vrij toffe gin. Echt, ik heb die 2 jaar geleden of zo, denk ik, leren kennen. Het is net ook in de chat gezegd, ze hebben ook een aged versie, of zelfs twee verschillende aged versies, die heel, heel leuk werken. Aged versies van gin is altijd een klein beetje hit or miss voor mij. Ofwel voeg het gelijk niet per se iets toe, behalve aan de prijs. Ofwel werkt het echt zeer goed. En ik heb het idee echt dat bij en ja, in de Sauvignon Yellow, zoals Glenn net zegt in de chat, dat wel zo is. Misschien ligt het aan het wijngegeven vooral. Omdat bijvoorbeeld, ja, er zijn er nog een paar, ik kom nu echt niet per se direct op namen, maar die heel sterk ook wine-based zijn en in cask-versies fantastisch leuke dingen tevoorschijn komen. Misschien toch ergens die wijn, die een link mee houdt of zo, dat toch wel werkt op een of andere manier. Een heel natuurlijk mooie combinatie. Hè? Ja. Er is heel veel gezegd in de chat ook. Ik ga er eens even doorgaan. Ja, ook, doe maar. Eerste neus, geen Geneverbes. Niet veel mensen dat de Geneverbes eruit halen. Ik had wel Jean gezien die het op het einde in de nasmaak wel een klein beetje had. Heel anders dan de gins die Dylan kent. Citrus komt mooi naar boven en Tim suggereert te pairen met witte chocolade. Wat ik ook wel zie, dat boterige van witte chocolade of zo, met dan dat florale dat hierin zit, ja, dat aromatische. Ja. Oké, okay, ik kan er mij iets bij inbeelden. Ja, tot nu toe winden. Ja, Tim is goed bezig. Ja, absoluut. Floraal en peperig, zegt Robin. Heel floraal. Ja. Rokerig, zegt Jean. Dat haal ik er niet meteen uit, maar kijk. Kruidig. Zonder afbreuk te doen, een beetje zeepachtig. Ik denk dat dat is heel aromatisch, hè? Heel bloemetjes. Hè? Dat zit er heel veel in. Dus dat wordt snel al geassocieerd met zeep ook, denk ik. Bittere afdronk. En Geert zegt dat hem de Sorgin net iets lekkerder vindt dan de Yellow. Een grote fan van de dry vermoed. Ja, de vermoed zijn super ook. Dat is voor volgende tasting zeker, hè? Leons? Leons, ja. Ja, Leons is echt een mega lekkere vermoed. Dat is echt een vermoed die keihard op het wijnelement van een vermoed werkt. Dus vermoed is een
aromatized wine. Maar heel veel ervan spelen enorm in op de aromatized part. Mm. Terwijl Leons echt keihard eigenlijk op de wine part inspeelt. Waardoor dat een heel ander karakter van vermoeds en mogelijke mixings aanspreekt. Ja, Geert, zeker 100% mee eens. De vermoeds zijn super, ja. Super lekker. En Glenn bevestigt officieel 19 april Leons. Dus dat klopt. Ja. Zeker en vast. Ja. Ja, heel leuk. Een gin, hè. Ook heel anders dan veel. Er staat weer iets dat er uitspringt. Want je hebt heel veel inwisselbare gins. En dit is toch wel iets dat een zeer eigen plekje inneemt, vind ik persoonlijk. Ja. Dus, tof productje. Ja, absoluut, absoluut. Hier werd ook nog gezegd, Thijs zegt nog, Sorgin, González Bias La Copa en Angostura Coco Bitters. Oké, dus dat is toch een beetje een chocoladepairing dan, hè? Die Coco Bitters met Trinitario chocolade. Dus, deed mij denken aan de Nole Gin. Ja, dat is een Nederlandse gin, hè? Die is ook heel floraal, dat klopt. Ja. Ja. Ja, heel tof, hè? Heel plezant. Ja. Mooie fles ook, vind ik persoonlijk. Die zo... Ja, schoon fles. Van kleur. Doet ook altijd goed, hè? Absoluut. Laten we daar niet onnozel over doen. We hebben allemaal wel een keer een fles gekocht voor het mooie design. Absoluut. Ah, de prijzen, Tim, ik heb ze niet voor handen, maar ik zal ze ook samen met de recepten en zo zal ik de prijzen nog even bezorgen achteraf, de richtprijzen toch. Dus, ik heb momenteel... Even goed is als de fles, dat is dan nog zo beter, hè? Want anders, voilà. Ja. voilà. Absoluut. Ja. Alright, dan denk ik dat we moeten overgaan naar het volgende. We blijven in Frankrijk. We gaan naar de Calvados, de Leconte, 5 jaar oud. Ik ga weer even ondertussen de fles delen met jullie. Voilà, ook die prachtige, typische Calvados-fles. Die vorm dan toch, de 5 jaar oud van Leconte. Weer zo, ja, een traditiehuis, ook weer van 1923 maken zij al Calvados. En ze doen een dubbele distillatie in een traditionele potstil voor hun Calvados. Uiteraard gebaseerd op die fijne appeltjes die daar in de streek groeien. Maar het specifieke aan deze, aan wat dat zij doen, is dat zij werken met kleine eikenvaatjes van Franse eik. Kleine eikenvaatjes, dus dat wil zeggen 180 liter. Die medium gebrand worden aan de binnenkant. En die branding aan de binnenkant gaat er eigenlijk voor zorgen dat er heel delicate vanilletoetsen en allerlei aromatische dingen gebeuren tussen het hout en de drank, die je dan ook gaat proeven in de Calvados. Dus die kleine eikenvaatjes zijn wel zeer specifiek voor hen. Calvados, ja, dan spreken we over appeltjes, dan spreken we over fruitjes enzovoorts. Dus ook hier denk ik weer, Bram, dat je daar heel toffe dingen mee kunt doen in cocktails. Dus it's all yours. Zeker. Calvados, dat is voor mij jeugdnostalgie. Oké. En Calvados Sidecar. Dus ook weer zo de standaard klassieker, de Sidecar met cognac. Maar in deze geval 60 ml van uw Calvados, 20 ml Cointreau, 20 ml citroensap en gewoon shaken, barspoen, cane syrup er nog bij. Om zo wat meer het mondgevoel te geven. En gewoon shaken. En je voelt je gewoon in de rit aan de baak met jazz aan de met jazz op het podium. En allee, ja, het is compleet. Wat dat ook fantastisch werkt met appels in het algemeen, maar zeker met Calvados, is Cynac. Cynac, Cynac. Cynac, ja. De rode draad blijft behouden. Rode draad blijft behouden, inderdaad, met Cynac. Dus een riff op de Trident is daar geweldig. De Trident is eigenlijk origineel met aquavit, Cynac
en droge sherry. Amai jongens, het is echt geen droge sherry. In origineel gezien Amontillado, Mamefino en Manzanilla werkt dat ook fantastisch. En peach bitters. Mm-hmm. En als je dat gewoon vervangt door je Calvados, heb je gewoon die een orchard fruit met dan dat noterige van uw sherry. En dan gewoon een chinaak die alles in een herfstig deken samenbrengt. Chinaar is toch op basis van aubergines, hè? Dat klopt, hè? Artisjokken, uiteraard, ja. Maar het smaakt niet naar artisjokken. Ja. Dat zei je wat, Jas? Het was een test. Ja, het was, ik wist het, hoor. Het was de leperet. Ja, voilà. En het is ook een heel leuke om te gebruiken in zo die typische zomercocktails, om lekker iets anders te doen. In een mojito, in een caipirinha, een calvados tonic. Dat zijn gewoon zo die bekende smaken, maar dan met die appels in de zomer, zonneken op je gezicht, en die werken gewoon goed. Calvados is echt zo de perfecte base spirit voor long drinks. Hè? Dus zowel tonic, ginger ale, spuitwater, cola. Echt alles wat je hebt dat bruist. Giet dat over Calvados en dat werkt altijd. Hè? Dus, super. En door het fruitige, denk ik dan? Of, Ja, en appel, dat is zoiets. Oké, weet je, je hebt super lekker appelsap. Hè? En appetizer en zo heb je ook. Appel in spirit brengt echt een ander deel van de appel naar boven dat je niet hebt op een andere manier, zal ik zeggen. Klinkt een beetje vaag, maar ik denk dat je mij allemaal wel begrijpt. Hè? Zo, je haalt daar iets uit in een appel dat je normaal enkel proeft als je een appel eet. En als je dan die vis daaraan toevoegt, die sprankel met eender wat, dat is echt, ja... Dat danst gewoon op je mond en die smaak. En dat is ook zo'n smaak dat altijd wel past in de winterpijs. Van, oh ja, appels, fantastisch, winters. Of in de herfst en dan in de zomer, godverdomme, ja, een appel. Allee, ja, fris, ja, absoluut. Ja, ik volg, ja. Wat wordt er hier onder andere in een chat? Ja, voilà, inderdaad, dit met ginger ale, limoensap en gember. Dat is inderdaad waar we een beetje naartoe willen gaan. De vanille is heel prominent. Een beetje bruine suiker, zegt Tim. Goed te pairen met chocolade. Denk ik ook effectief. Hè? Dus weer de kracht dat erin zit van de alcohol, maar dan ook de fruitigheid van de appel en dan chocolade erbij. Dat gaat absoluut wel werken, denk ik. En Geert flambeert daar heel graag fruitdesserts mee. En ik was dat ook effectief aan het denken. Calvados is ook zo'n typische om mee te gaan flamberen. Hè? Heerlijk. Ja, absoluut. Citrustoetsen, tartatin, wordt er hier ook gezegd. Ja, absoluut. Ik was net ook aan het denken... wat ook goed werkt met appelsap dan, is bourbon, Amerikaanse whisky. Dus heb je dat in die richting iets, bourbon en calvados? Zit daar iets werkbaars in? Dus nu, ik bedenk het nu hier ter plaatse, hè, omdat ik dat wel leuk vind klinken. Maar... Ja, dat komt heel typisch voor, zo bourbon en applejack. Hè? Dat is een beetje de Amerikaanse tegenhanger daarvan. Oh, ja. Mijn hoofd, even shit. Daar zou je rust moeten opletten, Pijs, en spreek mij tegen, Matthias, als je het niet akkoord bent, omdat bourbon vaak straffer is. En de pairing gaat mee, is traditioneler met applejack, die vaker ook, ruwer is het woord niet, maar wat grover van smaak is, wat hoger in alcoholpercentage dan een calvados. Het gaat zeker... Het is niet dat het niet gaat lukken, maar je gaat je balans wel nauw moeten houden met je bourbon, denk ik. Ja. Dat is typisch. Alle Amerikaanse spirits, bottled in bond, alles aan 100 proof of 50% ABV. Zowel bourbons als applejacks. Het is een verschil tussen applejack en apple... Brandy. Apple brandy en apple jack, dat is het verschil tussen de bottled in bond versie. Maar ja, ik ben even aan het denken, er zijn cocktails met bourbon en dat kan niet anders. Horseneck wordt hier gezegd door Brandon. Ja, dat is normale horse's neck, is normaal ginger ale, bitters, citroenschillen.
super lekker met appel ook. Dus een beetje dezelfde stijl van die appel highballs. Gewoon ginger ale toevoegen bij dash kangostura bitters. Citroenschillen echt zo goed uitduwen. Eventueel zelfs twee als je eentje hebt dat niet te zestig is. Niet geen citroensap, maar gewoon echt zo full-on die oils eraan toevoegen. Vrij leuk, drankje. Ja. Geert zegt hier ook nog, zowat elk bourbonmerk heeft tegenwoordig een Apple-versie, dus die combinatie werkt wel. Dus, Oh, voilà, kijk, Widow's Kiss. If you want to have just one drink. Widow's Kiss. Met Chartreuse, zeker, hè? Ja. En is dat Benedictine? Vitas gaat het recept in, in de chat zetten. Voilà. Ja, Chartreuse, Benedictine. Mag de avond, het is eentje om de avond mee af te sluiten. Dat laat ons lekker zijn. Ja. Widow's Kiss heeft ook een mooie naam ervoor. Hè? Ja, zeker. Absoluut. Je hebt ook, het is zo een Ambrosia. Dat is ook zoiets met cognac en Calvados of cognac en Applejack. Dat is een beetje sidecar-achtig. Cognac, Calvados, Cointreau en Citroen, denk ik. Heel leuk, heel lekker. Maar like, al die combinaties, hè, dat is net like dat Bram zei, dat ik ook al heb gezegd. De appel werkt met zo fantastisch veel smaken. Mm-hmm. Maar gewoon appelsap toevoegen is een moeilijke. Dat is een beetje like appelsiensap toevoegen. Mm-hmm. Terwijl dat Cointreau of andere, triple sex en appelsienlikeurs, je kunt dat aan alles toevoegen. We gaan het zo bieden ook over Clément Shrub hebben. Ik bedoel, dat kun je echt aan honderden cocktails toevoegen, terwijl er met appelsiensap wat minder is. Mm-hmm. Maar appelsap en appel calvados of applejack werken dan ook weer in gigantisch goede dingen. Ja. Vita zegt ook nog, appel werkt ook goed met die verjus. Ja. Ah ja. Zo, mijn meest populaire, want ik ben echt slecht in non-alcoholische cocktailjes, maar die verjus, appelsap en elderflower siroop, afgetopt met wat tonic. Geniaal. Right. En Glenn zegt, lekkere pairing met vanilleijs. Ja, dat is dan effectief. Appeltaart met vanilleijs werkt altijd, hè. Ja, en dan ice cider. Ja. Ice cider, ja. Nog nooit gedronken, ice cider. Ice cider. Ja. Voilà, kijk, dan moeten we dan volgende keer eens... gedachtegang, Dylan. Ja. Hebben we trouwens al een bierpairingske? Nee, we hebben nog geen bier. We hebben voor geen ene nog een bierpairing gevonden. Ja, Dylan, wat even over flaking. Ja, Dylan, doe de best eens, zeg. We zijn nog aan het eten, of wat? Calvados en bier, ik ben aan het denken, man. Ja. Het zal toch iets vrij licht moeten zijn, ook, denk ik, dan iets eerder... ik weet het niet goed. Ja. Dylan is on it. Ik ben er zeker van. Die gaat er zelfs iets van zeggen. Ja. Maar de brug is eigenlijk al gemaakt naar de volgende ook. Hè? Dus we hebben het al even gehad over de Clément Shrub. Die we nu meteen... Zullen we die maar even doen dan, denk ik. Ik ga hem even openzetten. Voilà, daar is de Clément Shrub. Dan gaan we naar Martinique. Het is een blend van witte rums en rum agricoles met zongedroogde sinaasschillen, rietsuikersiroop en een aantal kruiden dat er ook in verwerkt worden. En krijgt dat dus een orange liqueur of liqueur d'orange, zoals het op de fles staat. En een shrub. Ik wist niet meteen wat dat was, maar het is blijkbaar de naam van in de 17e, 18e eeuw de naam voor een typische fruitlikeur die populair was in Engeland. En dat waren de shrubs, zogezegd. Ik vermoed dat het daarvan komt. En wat ik dan wel interessant vond, is dat etymologisch terugkomt van het Arabische woord sharab, wat betekent drinken. En daar zou het op terug gaan. Maar ik weet niet of dat natuurlijk een Wikipedia-verhaaltje is of echt waar is. Het klinkt in elk geval wel goed. Maar hier zitten we dus met een sinaaslikeur, wat denk ik ook weer zoiets is waar je weer heel veel richtingen mee uit kan. Dus, Matthias?
Ja, ik denk ja, eerst en vooral die shrubs niet te verwarren met de azijnshrubs, de azijnsiropen die we kennen als je een beetje into craft cocktails bent. Dit is shrub met dubbele B geschreven. En heel typisch in Martinique is eigenlijk dat elke distilleerderij hun eigen shrub heeft. Dus Rum Jam heeft dat ook en een hele hoop anderen hebben dat ook. Het komt eigenlijk van het concept, net zoals Falernum, dat in Barbados, dat echt familierecepten zijn. Hè? Dus iedereen had thuis hun eigen shrub staan. Dus men nam agricole rums, men nam sinaasappelschillen, suiker en een hoop kruiden. En daarvan zijn bepaalde recepten blijven bestaan. Zoals, en nu ook gecommercialiseerd, zoals die Clément shrub. Clément doet dat vreselijk goed. Ja, oké, ja, we zitten hier voor Sinoco en we zijn aan het praisen op Sinoco, maar ja, ik wil dat ook alleen maar bevestigen. Dat is ook de shrub die ik altijd gebruik als ik naar dat soort meer aromatische appelsienlikeuren wil grijpen. Is eigenlijk Clément is mijn go-to. Hetzelfde voor een kokosnootrum, maar daarover nu even niet. Dat werkt letterlijk in elke cocktail waar dat de rum en sinaasliqueur gaat combineren. Het meest standaard voorbeeld is de Mai Tai, hè, waar dat een basis van rum hebt. Heel veel mensen gaan die splitten tussen melasserum en agricolrum. Alhoewel dat historisch gezien eigenlijk een beetje een moeilijke is. Want het zou even goed kunnen dat Martinique ook melasserums maakt op dat moment. Dat gezegd zijnde, gewoon rum nemen, Clément shrub, een beetje orja, een amandelsiroop en limoensap. Je kunt die orja, die amandelsiroop, splitten met gewone simpel syrup, gewone suikersiroop, afhankelijk van hoe sterk of hoe dominant dat hij is. Heel makkelijk ook zelf te maken trouwens, orja, als je zo'n beetje de lazy one wilt maken door amandelmelk of amandeldrink, want het woord melk mag niet gebruikt worden voor zo'n dingen. Door de melkboeren en de melkindustrie. Maar amandeldrink en suiker kunnen perfect mixen met een klein beetje amandelextract er nog bij tot orja. En Clément shrub werd daar perfect in. Maar echt, het is letterlijk in alles. Between the Sheets is ook zo'n cocktail. Dat is een split van cognac en rum met een triple sec of een appelsienlikeur. Beetje citroen erbij. Is ietske... hoe moet ik het zeggen? Het is niet per se dry, het is niet per se echt een niet-zoete likeur, maar het is zeker geen kleverige, het is zeker geen sticky one. Hè. Je hebt echt de aromatische kant er zeker nog aan, wat enorm tof is. En omdat we toch heel graag beer pairings doen, heb ik de Davy Jones's Lager, in plaats van de Davy Jones's Locker, ook even opgezocht. Mega tof cocktailke op basis van agricole rum. Dus je kunt perfect in huis Clément blijven. Agricole blanc, high proof, liefst ook 50 graden. Maar dat is geen probleem. Met dan Clément shrub erbij. Limoensap, simple syrup, Angostura bitters, Angostura orange bitters. En dan een wit bierke om af te toppen. Het is echt een serious drink in hoeveelheid. Echt voor een van die giant tiki mugs, of eventueel zelfs voor een bowl met twee, want het is echt wel af te toppen met 120 ml, 4 liquid ounces wit bier. Waarbij dat je ja, toch spreekt over, ik even kijken, 75 ml spirit en 120 ml bier erbij. Dus dat kan al een keer beginnen tellen als je dat single serve voor iemand zet. Maar super lekker cocktailke. En dat wit bier brengt een hele leuke acidity dan weer. Afhankelijk van welk wit bier heb je dan ook wel weer wat die citrus erin zitten natuurlijk. Hè? Die heel lekker ermee samengaat. Dus ja, dat is een beetje de richting om uit te denken. Het is echt super eenvoudig. Clément shrub is speelgoed, weet je. Allee, je trekt dat overal door en overal in. Elk receptje waar dat een Cointreau of een Grand Marnier ziet staan, gebruik een keer Clément shrub en je krijgt een net ietske
minder zoete, net ietsje aromatischere versie. Afhankelijk van wat je zelf preferred, is dat een pak beter of misschien net niet wat je naar op zoek bent, maar het is zeker de moeite om te doen. En qua prijs-kwaliteit gewoon mega leuk om mee te spelen, denk ik. Ja, je krijgt zeker in de nasmaak krijg je goed die kruiden erin ook. Hè? Die kruidigheid dat erin. Eerst heb je heel vol die sinaas en dan de zoetheid uiteraard, blijft likeur, maar dan komen die kruiden en dat geeft dan dat extra ken ook voor mij dan. Ja, en die agricole ook, hè? Die base rum, dat is dat grassy dat erin zit, dat is zo dat toetske, dat is zo wat, ja, het maakt het zo net wat anders weer ook. Het is geen neutral base spirit, het is geen cognac zoals in heel veel sinaasappel likeuren. Maar echt, ja, like Jean zegt hier ook, echt genoeg zuur om niet plakkerig te maken. Hè? Dus inderdaad, je hebt zo dat zeer speelse karakter dat erin zit. Ja, tof, dus er is weer heel veel gezegd. Jullie zijn goed bezig, er komt altijd heel veel in de chat terwijl dat een uitleg komt. Dus ik kan er eens snel doorgaan. Wacht hoor. Ja, zeker met zwarte chocolade, absoluut. Hè. Sowieso, sinaas met chocolade werkt altijd heel goed in allerlei combinaties. En dan de volgende opmerking is Pim's cakes. Dus ja, dat is sinaas en chocolade uiteraard. Dus chocolade zit ook al in de geur. Tonic of orangettes. Tim, ja, dat is op basis van een blend van rum en rum agricole. Witte rum en rum agricole, dat is de basis. Mahina de coco. Ja, dat is de kokosnootlikeur. De kokosnootrum van de Kuma. Ja. Mega lekker ook. Echt, die ga ik ook gebruiken. Preview in een van mijn cocktails voor de TOPP Challenge. Maar... Tegen niemand zeggen en zeker niet tegen de concurrentie. Ik weet niet wie dat zijn, maar kijk. Ja, maar ze zitten hier zeker niet. We hebben alleen Belgen in de groep. Dus ja. Nick zegt, wij gebruiken die in onze Mai Tai in plaats van Dry Curaçao. Ja. Lijkt me een goed plan. Kruidig. Voilà, dus de bar van Nicky Stouw in Oostende, samen met Matthias Magnus. Dylan gaat daar wacht hoor, richting chocolade. Lervig Original Sin. Oké, ja, die ken ik zelf niet, maar... voilà, dus dat is een... Ja, voilà. Oké, een dikke Imperial Stout, ja, oké, dat is effectief waar je die chocoladetoetsen gaat krijgen en dat werkt dan weer goed met die sinaas, absoluut. Veel lekkerder dan Cointreau. Leuk mondgevoel. Voilà. Eerste ervaring met shrub van Brandon. Zeer lekker. Hij gaat zich erin verdiepen. Voilà, kijk, dat is de bedoeling, hè, dat je geïnspireerd wordt. En dan is je gaat verder kijken, hè. Ja, zeer leuk iets. Ik denk ook, allee, net zoals dat Bram daarnet zei over vermoed in sours splitten, is shrubs in zo'n dingen ook echt gewoon fantastisch. Oké, je gaat een ietske zoetere kant uit, maar je moet gewoon een beetje balans terugvinden. Hè? Dat je nu met limoen werkt of citroen werkt of met witte pompelmoes werkt. Zeg je hier ook iemand inderdaad, ook lekker in een margarita met vegetalen van tequila. Ja, fantastisch, hè. Er zijn ook wel tequila-based, denk ik, orange liqueurs. Maar in het geval van grassiness zitten met shrubs supergoed, hè. Dus ja, bij mezcal zijn tequila's ook echt mega lekker. Ja, ik was ook aan het denken, mezcal. Zeg maar, Bram. Eigenlijk... Het is zo een open playing field dat je krijgt met dat product. Het is gelijk als dat je zegt, Matthias, dat is zo'n beetje een secret weapon bottle. Als je zoiets een beetje mysterieus wil toevoegen, bij wijze van spreken, dat dan toch vertrouwd is, maar toch net iets anders, die je Clément gebruikt in plaats van een Cointreau of zo, dat is perfect. Zeg, en is dat typisch een product dat je als, hoe moet ik dat zeggen, als supporting act gebruikt in een cocktail? Of is dat ook iets wat je echt op de voorgrond zet? Nou, dat is main modifier wel. Ik zou dat onder de base spirit plaatsen. Maar het is echt wel zo de schouders die eronder gestoken worden. Dus, de laatste pas voor de goal. Voilà, ja. Het doet eigenlijk al het werk om de base spirit te laten shinen, hè. Zoals inderdaad gezegd geweest, tequila en appelsienlikeur is een van de klassieke combinaties. En wel, smijt dat daaronder,
Oh, allee, ik ben ook een fan van Cointreau, daar niet van. Ik vind dat nog altijd ook een mega stabiele mixer. Maar zoals dat Bram zei, wilden ze de mensen een beetje zo caught off garden. Dan heb je met Clément Schrub echt gewoon alle kaarten in handen. Dat is gewoon zoiets van zo, huh, wat is dat? Ah, chill, nice, cool. Dan een appelsienlikeur. En je hebt niet dat zware van de meeste cognac-based triple sex of allee, orange liqueurs. Die zijn meestal ietsje zwaarder in de mond, hè. Deze is eigenlijk vrij licht in de mond nog altijd. Het valt mij heel hard op, inderdaad. Het is 40%, maar die proeft helemaal zo niet. Die Ja, is voilà. heel veel lichter, absoluut. Ja. Zeker. Ook lekker in de Lucien Godin trouwens, maar Onze betreurde Lucien Godin. Rip. We gaan op Martinique blijven en overgaan naar de volgende drank die we gaan nemen. En dat is die GM Rum Fumé Volcanique. En die is een naam was zo lang dat op jullie labeltje het alcoholpercentage er is afgevallen. Maar die is 49% ABV. En ik krijg mijn fles niet meer open. Ze hebben drie soorten in het gamma: de Jardin Fruité, Épice Créole en dan deze Fumée Volcanique. Wat is hier specifiek aan? Die krijgt een rijping op bourbonvat van tussen de 12 en de 14 maanden. Maar dat zijn bourbonvaten die zeer zwaar gecharred worden aan de binnenkant. Dus zwaar gebrand, die een dikke houtskoollaag krijgen eigenlijk. Waardoor dat hout veel actiever nog gaat zijn, waardoor dat je dus heel veel meer invloeden van dat hout gaat krijgen op korte termijn. En dat maakt die rum eigenlijk zeer aromatisch en zeer krachtig van smaak. Wat denk ik, als we het dan daarnet hadden over supporting act, of dat je hier eigenlijk wel met een frontman gaat zitten, dan ik blijf een beetje in muziektermen spreken, speciaal voor Matthias. Maar dat lijkt mij zoiets, Bram, waar je echt gaat rondwerken om hem echt nog harder te laten shinen of zo. Ja, zeker. Dat is echt wel eentje om in de spotlights te zetten, hè. Je hebt zo echt je hebt rokerige, maar ook zo wat dat assige, die een char. Die ik heel leuk vind werken met het geheel van die agricole. Met dat grassige, met die kruidigheid. En daar heb je dan wel wat leuke receptjes mee. Zoals een Donghapunch, aanradertje van Matthias, was dik in orde, inderdaad. Waarbij dat je die een agricole zeker in de leadpositie zet met Downsmix. Downsmix is zo'n beetje de shortcut, is 30 milliliter witte grapefruit met 15 milliliter kaneelsiroop. Dat was toen allemaal heel de dingen van. Dat was al die geheimen, al die recepten waren geheim. Dus gaat dansmix, gaat. Wacht even. Geef dan eens een paar voorbeeldjes, Matthias, van die. Don Spices, number 1 to 6 of zoiets. Ja, voilà. Munrelaf, dat het omgekeerde was van Falernum, maar eigenlijk gewoon hetzelfde betekende. Dus je hebt dan volledige bewegingen van enthousiastelingen die dan oude notitieboekjes en zo gaan ontcijferen en testen om proberen alles weer bij elkaar te krijgen om weer die klassieke recepten van Down the Beachcomber bijvoorbeeld te gaan hermaken. Dat is zo'n geval. Die een Donghapunch Punch is origineel van Down the Beachcomber. Dus dan die agricole met Downsmix en lime juice geshaken. Dan, ik blijf een beetje, de rode draad is ook blijkbaar sherry in mijn geval, met een cocktail van PDT. Een deel agricolrum, een deel cachaça, met 20 ml lime en 10 ml peak sherry. Vergeet iets, denk ik. Allspice. En dan nog een barspoon allspice, inderdaad. Dank u, Matthias. Maar uiteindelijk voor agricole rum, mijn favoriet, en het is verre van een subtiele cocktail. Absoluut niet. Maar mijn favoriet is een tea punch. Dus letterlijk een petit punch. En daar zit
rum in, daar zit lime juice in en daar zit cane syrup in. En je zou dan denken, tja, een daiquiri. Maar het is eigenlijk meer een old-fashioned, waarbij dat je limoensap in druppeltjes gebruikt wordt als bitters. Veel agricol en een bar spoon sweetener. En daar in Martinique is de gewoonte, je krijgt gewoon je ingrediënten mee. Waarbij dat je dan de uitspraak hebt, chacun prépare sa propre mort. Dus iedereen maakt zijn eigen dood. En ik ga dat nu doen, maar een halve kunnen. Morgen nog werken. Anders is dat vanaf morgen de Bram Raas, deze cocktail. Voilà, inderdaad. Mijn favoriete quote over een cocktail van David Wondrich gaat over de Tea Punch. En dat is, beware any cocktail with little in the name. It's like that guy called Tiny that looks like a piece of earth moving equipment. Fantastisch. Die vaker, ze noemen dat ook soms alligator char, hè? De extreme gebrande vaten. Heel speciaal om agricool daarop te leggen. Hè? Er zijn verschillende... Heel typisch voor rums eigenlijk dat ze dat gaan gebruiken, om een of andere reden. Het werkt ook gewoon mooi. Maar binnen die wereld van agricool brengt dat een heel speciaal stuk naar boven van wat die grassigheid op een enorm, ja, hoe moet ik het zeggen, op een heel funky manier laat overleven. Ik zie hier, Tim zegt hier ook dat hij normaal gezien minder fan is van agricools, maar deze lekker vindt. Ja, het is ook pas het agricool gegeven zit zeker niet aan het begin of zit zeker niet in het midden. Hè. Ik zie het dan ook nog toevallig, ja, Thijs zegt het ook. Het komt eigenlijk pas op het einde. Hè. Dus je hebt heel vreemde ervaringen in het begin. En dan volgt er helemaal op het einde pas die grassiness. Zelfs een beetje rokerigheid krijg je er ook een klein beetje in. En dat is ook... Ik heb toevallig 2 weken geleden nog een tasting gegeven over houtrijping met whiskies. En er was ook een whisky in te proeven die niet geturfd was, maar wel rokerig was van smaak. En dat was ook een alligator char. Dus dat krijg je ook een beetje... Kan er ook op die manier in komen. Dus, Wel, deze is eigenlijk zo'n lime biscuit. Alles wat je nodig hebt voor een tea punch. Ik ga hem nu niet volledig, maar gewoon dat je die druppeltjes hebt. Puur voel ik dat een beetje... En er zijn ook opnieuw duizenden versies waarbij dat er meer gebruikt wordt. Maar dan deze vind ik geniaal. Tea punch is een beetje heel het verhaal van daiquiri, tea punch, caipirinha, mojito. Dat is allemaal hetzelfde. Uiteen heeft misschien nog een beetje munt. Maar de serving style, crushed ice, cubed ice, served up, served without ice... Dat is fantastisch, hè. Wondrich heeft er ook een heel, heel interessante, maar super lange blogpost over geschreven. Gewoon een keer opzoeken, Tea Punch, Daiquiri, David Wondrich, whatever. Als je een keer 20 minuutjes tijd hebt. Maar de oorsprong gewoon van de smakencombinatie en de verschillende serving styles... Heel leuk. En inderdaad, vieux agricoles of unaged agricoles, whatever you fancy. Ja, mega lekker. Ik zag de Vitas ook schrijven. Perfecte excuus voor u, Alstier. Een excuus voor jou, ja. Dat je toch geen pure rum aan het drinken bent. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Ja. En ook de e-punch met gewoon unaged agricole is ook echt thing of beauty. Echt moeten ik het proberen, is zalig. Voor die dat nog niet gedaan hebben. Right. Dylan zegt ook nog erg aards, ruw, mineraal. Beetje petrichor. Ik versta het vuile dat hierboven wordt beschreven. Ja. Quadruple, Rochefort 10, aspering ermee. Oké. Omdat bier dan ook zoet is. Ja. Wat heb je nog? Ja, dus de extra branding hebben we dan... Branding. Extra branding krijg je nog meer die vanille. Dat klopt, hè. Dat is wat die charring doet. Beetje mushroomy, dus die, ja, de whisky, de bourbonvaten, absoluut. STR-vaten, dus dat zijn shave toasted rechard. Dat kan ook eenzelfde effect geven, klopt. Het aardse blijft lang hangen. Is dit wel een spirit?
Okay, is dat een filosofische vraag, Tim? En dat klopt, hè, wat Jean zegt, is ook een extra, is een koolstoflaag wat je eigenlijk aanbrengt. Dus je gaat eigenlijk nog eens een extra filtering op de spirit toepassen door die koolstoflaag aan te brengen in je vat. Zeker en vast. Super tof ook. Maraschino likeur werkt ook enorm goed bij zo heavy, heavy charred productjes. Zo crusta style. Gewoon echt een bar spoon maraschino, een beetje lemon or lime juice, simple syrup en je spirit. Werkt super lekker ook. Moet je ook denken aan, even straight on the point, we hebben het er vorige keer ook al over gehad met die meteoren mescal, maar zo'n last word variaties. Hè? Smijt daar een agricole rum op, groene chartreuse, limoensap en maraschino likeur. En echt flavor bomb tot en met. Mm-hmm. Zeker een aged agricole, een vrij goeie om door zo iets te zoete cocktails te snijden. Dat heeft zoiets zuurige. Dat perfect werkt met zoals dat je dat zegt, last word, met die combinatie van likeuren. Mm-hmm. Maar ik denk ook gewoon puur met de shrub van daarnet, dat je ook toffe dingen gaat kunnen doen met die. Zeker. Dus, Die, gewoon alles, het is even een ode aan Rum GM, maar alles wat die doen is echt, dat is mega lekker. Dat is fantastisch. Ze hebben een unaged die aan 51 of zo komt, ietsje boven. Zo, Makuba heet die. Dat is zo wat de jungle naam van daar in de streek. Echt letterlijk elke cocktail waar je een agricole in kunt gebruiken, smijt dat daarin. En dat werkt fantastisch. Die Jardin Frité ook. De andere in die rij naast de Fumée Volcanique en die Épice Créole. Wauw, zo lekker dat is. Dat zijn van die spirits, dat heb je bij je eigen pijs. Veel mensen van ons zijn het gewoon om enorm veel verschillende spirits te hebben staan. Snap je? We hebben allemaal wel verschillende rum staan, verschillende agricoles staan, bourbons, whatever. Maar voor gewone consumenten die één fles gaan halen, als jij één fles agricole hebt staan, en één fles vieux agricole, als jij GM neemt, is alles wat je kiest, is echt gewoon top of the category. Hè? Dat is, je spreekt echt over gewoon, er is geen foute keuze te maken bij wat je daar neemt. Je gaat ook nooit op label iets verwarrend zien staan of zo. Dus super eerlijk, mega prijs-kwaliteit, fantastisch en mega uniek in de wereld. Hè. Laat ons eerlijk zijn, Matthias. De Rum Agricole, Martinique, veel dingen die niet lekker zijn, kan ik toch niet zoveel benoemen. Nee. Maar... Als er Martinique op staat, dit is safe. Is dat echt een van de meest eerlijke quality for cash producten dat je nog kunt krijgen in heel de wereld. Hey, dat is echt dat is een beetje gelijk oude Genevers. Ik bedoel, echt kwalitatieve oude Genevers, kwalitatieve Armagnacs, weet je? Dat zijn van die beetje van die spirits die wat stiefmoederlijk behandeld geweest zijn, of stiefdochterlijk behandeld geweest zijn, whatever. Maar wat dat zij maken voor de beschikbaarheid dat je kunt krijgen, dat is insane, hè? En GM is echt wel, ik denk, ja, GM en Clément, dat zit wel onder dezelfde alleen moedermaatschappij, zeg maar. Maar dat is echt, ja, dat is first choice voor mij. Komt daar, want je noemt daar een aantal dingen die zo, het wordt hier ook gezegd, hè, Armagnac heeft een slecht marketingteam. Is dat misschien ook gewoon waar voor Martinique of Rum Agricole dan? Dat dan, als je het afzet tegen rum, dat mensen toch eerder altijd gaan zeggen, rum... Begint te verbeteren, ja. Maar dat heeft wel heel lang zo geweest. Ook, dat is zo'n beetje het koloniale aspect van Engelse en Spaanse en Franse stijlen. Franse stijl is een heel, heel apart wereldje. En wij hebben hier... België heeft heel hard meegenomen op Frankrijk. Dus eigenlijk hier in België, ça va nog. Wij hebben ook geschiedkundig, als je kijkt. En
naar de liqueurstokerijen en spiritstokerijen in België. We hebben altijd ook Agricole rums in de aanbieding gehad. Maar dat zit mee in het verhaal van de Genevers. Ik bedoel, dat is allemaal mee uitgestorven in de oudbolligheid zelf. Ja. Terwijl het dan Engelse en Spaanse rums zo wat de norm zijn geworden. Maar inderdaad, ondertussen is dat wel een enorme revival bezig. En heel de wereld is op zoek daarnaar. Hè. Het is inderdaad qua percentage. Percentage is inderdaad, zoals het er gezegd wordt in de chat, dat is zo laag. Maar kwalitatief gezien, wat dat voorstelt, dat is onbeschrijfelijk. Hè? Ja. Vital zei ook, Armagnac heeft een slecht marketingteam. Ja, dat is waar. Dat is nog slechter dan Rum Agricoles. Genever heeft een beetje datzelfde. Dat is allemaal wel aan het verbeteren. Gewoon door die craft cocktail renaissance die bezig is de laatste 10, 15 jaar. Een paar main spelers op de markt. Ze weten, een Spiriban, een Velier, die meedraaien in die wereld om dat echt naar boven te krijgen. En dan zie je het, hè. Weet, allez, ik zie vandaag de dag veel spiced rum in de chat ook nog verschijnen. Spiced rum is gewoon... Dat zijn rums waarop dat specerijen gelegd worden, gemacereerd, geïnfuseerd worden. Al dan niet met suiker. Dat kan Agricole zijn, dat kan Spaanse rums zijn. Binnen 2 weken, hè, de Black Tears, dat is dan Cubaanse, Spaanse stijl spiced rum. Binnen het gamma van Sinoco heb je ook Chairman's Reserve. Dat is dan wel meer Engelse stijl, spiced rum. Maar ja. Plezante dingen in, hè? Ja, je hebt al, dat zijn wel wat specerijen dat ze van lokale eilanden meestal gebruiken. Kwalitatief ligt dat alles tussen fenomenaal tot bagger. Zoals bij alles. Ja. Niet? Ja, voilà. Denk inderdaad, zoals bij alles. Hè. Maar het ding is. Martinique, en dat is wel mooi, heeft niet alleen binnen Agricole rum heeft een eigen wetgeving, maar Martinique heeft binnen de wetgeving van Agricole ook nog een keer een eigen wetgeving. Bram, ging daar denk ik ook nog iets over zeggen, over die fumée volcanique. Misschien... Wel ja, het ding daarbij is bij die AOC die in gaat... heel erg streng vastleggen wat dat kan en niet kan. Maar dat is dan... Dat gaat heel erg ver. Maar het leuke vind ik dan, want technisch gezien, de volkaniek heeft die een AOC niet, omdat zij te... Allee, laat het ons zeggen, experimenteel gegaan zijn. Maar sowieso, als je die een AOC neemt, heb je altijd kwaliteit. Maar dat is dingen bij die Agricole rums, omdat die onder een andere wetgeving ook vallen, zitten sowieso bij je basiskwaliteit al. Mm-hmm. Rum is vaak... Allee, dat is wat aan het veranderen, maar dat is altijd een beetje een cowboywereld soms. Van, ja, oké, het is eigenlijk een likeur, maar we zetten de rum op en komt wel goed, jongens, komt wel goed. En dat heb je bij die Franse rums niet. En dat is het hele schone eraan. Ja, dat is ook een beetje die Franse reflex van overal een AOC van te willen maken. Voilà. Dat is supercool, hè. Uiteindelijk, ja. Het cognac, het armagnac, het calvados. En ze doen hem in de rum ook. En met de kaas en met alles wat ze doen. Hè. Dus ja, een... de namen ook, hè, bij Agricoles. Ze gebruiken ook VO, VSOP, XO, Millésimes. Maar dat is dezelfde strengheid, hè, en rigorositeit waarmee dat ze hun cognacs behandelen. Ze gaan echt niet dat een beetje zeggen van ja, whatever. Mm-hmm. Ze hebben daar dezelfde seriositeit over en dat maakt het wel gewoon fantastisch. Ja. We hebben heel veel verteld over de Rum Agricole. Ik denk dat we moeten naar de volgende overgaan, heren. Dat we terug naar de whisky moeten gaan. We hebben nog 2 whiskies te proeven. Yes. Want we zouden erover kunnen blijven babbelen, denk ik. Ja. Dus leuk product, hè, absoluut, die fumée volcanique. Maar ik stel voor dat we nu toch naar die Epicurean gaan. De blended malt uit Schotland. Ik ga die fles
En niet alleen die fles, maar ik ga de volledige Remarkable Malts reeks even in beeld brengen. Gewoon omdat ik dat fantastische flessen vind om in beeld te brengen. Die zien er heel mooi uit. Hier zitten we met een blended malt van Douglas Lang. Hier zitten we eigenlijk met een aantal verschillende single malts uit de Lowlands in Schotland die geblend worden. Het verhaal daarachter, die Epicurean, de man die je ziet lijkt wel heel erg op Fred Lang, vind ik persoonlijk. Dus ik denk niet dat het toevallig is. Het is het verhaal van een, wat ze zelf zeggen, een cheeky chappie uit Glasgow, die in de jaren 30 de life of the party was, op elk feestje was, maar wel een kenner was van alles wat goed was. Dus een levensgenieter. En levensgenieters, dat staat dan een beetje synoniem met het epicurisme. En gewoon omdat het ook een beetje educatief mag zijn, heb ik toch nog eens even iets over het epicurisme opgezocht en Epicurus. Die man leefde in 341 tot 270 voor Christus en wordt bijzonder misbegrepen. Hij wordt altijd voorgesteld als van dat is een beetje een nietsnut, die alleen maar wil genieten en voor de rest niks belangrijk vindt. Eigenlijk was dat een bijzonder sobere mens en de kern van zijn filosofie is eigenlijk... Geniet, maar met mate. En doe het alleen op lange termijn. Dus denk na over wat je belangrijk vindt en ga op die manier eigenlijk het lichamelijke genot nastreven. Op lange termijn. Dus die man at blijkbaar alleen maar brood en water. Alhoewel hij toch te boek staat als de grootste levensgenieter van al. En dan op geestelijk vlak is er ook, zegt hij ook van, ja, streef het geestelijk genot na. En dat doe je vooral door je eigenlijk terug te trekken met je vrienden en samen met je vrienden leuke dingen te doen. Dus niet alleen geniet met maten, maar ook geniet met maten. En dat vind ik wel heel tof, dat hem dat op die manier... dat zijn filosofie geworden is. Maar dus het gaat over genieten van het leven hier. Je krijgt hier een hele toffe blended malt met de typische lowland dingen... typeringen, karakteristieken. 46,2%. En ik heb hem zelf ook al een tijdje geleden, zeker bij de lancering, werd hem ook aangeboden in een highball-versie gewoon. Dat was al heel plezant om zo te drinken. Maar je kunt er veel richtingen mee uit, denk ik. Wederom. Dus Matthias. Yes. 46 is zowat de parel ABV, hè. Dat wil zeggen tussen sipping en mixing spirits. Ik denk alles wat er tussen 44 en 48 ligt, is echt in both worlds een beetje zo best of. Even heel simpel te beginnen. Highballeke werd fantastisch. Bij Epicurean, wat krijg ik? Om toch even misschien mijn tasting notes te plaatsen. Dat is... citrus, appeltjes, verschillende soorten suiker en malt. Dat krijg ik mee. Dus die multi-base zeker. Die verschillende soorten suiker. Dat gaat van een beetje burnt sugar en honey tot echt wel zo overburnt sugar. En dan citrus, citroentoetsje. En dan wat appeltjes. Of misschien wat peertjes, zoals orchard, hè? Een beetje boomgaard. Typisch lowland, hè? Ja, wat er heel tof aan is, echt gewoon pure basic mixer te spreken. Als je non-carbonated wilt gaan, even met appelsap doen. Eventueel niet-alcoholische ciders, zo American-style ciders. Heel leuk ook erbij. Maar ook appetizer. Zelfs misschien als je even funky in het café-sfeer wilt gaan, al doodlers. Zo wat net iets anders, maar toch ook herkenbaar. Al doodler, dat is zo de... hoe moet je dat zeggen? Dat is een beetje de weird cousin van de sparkling lemonades. Maar als je de juiste spirit daarvoor vindt, is dat een vreed tof productje. Er zijn zo'n paar gins en een paar whiskies dat ik zeer lekker vindt met Andoodler en Epicurean is er eentje van. Hetzelfde in hot toddies. Je neemt gewoon uw whisky, maar niet te veel. Even voor iedereen, als je hot toddies maakt, dus eigenlijk zo wat een whisky sour, maar dan met heet water in plaats van shaken met ijs. Neem niet te veel van uw base spirit, waarin dat normaal 45 tot 60 ml gaat nemen in koude spirits. Neem de best 30 tot 40 ml in hete drankjes. Heel eenvoudig principe. Warmte doet uw smaken echt ontploffen, eigenlijk.
denkt aan, is misschien een beetje een heel onsmakelijk iets, maar een scheet in een douche is ook aromatischer. Ik neem alleen koude douches, Matthias, dus ik heb geen idee wat je bedoelt. Maar ja, ik vind dat de perfecte metafoor. Dus 30, 40 ml is meer dan genoeg in hot toddies. Doet daar wat citroensap bij, knijpt gewoon een half citroentje lichtjes uit. Klein beetje honing of suiker, whatever you fancy. Zeer lekker, ook met chai tea. Dus chai is een kruidenblend die ik denk de meeste mensen wel kennen. Wordt vaak in soort chai milk teas gemaakt, maar als je het melkelement weglaat en dat gebruikt met een whiskytje, zeer tof, fijne aromaten. Je hoeft daar niet veel suiker aan toe te voegen ook. Ik ben iemand die sowieso mijn thee altijd zonder suiker neemt en mijn hot toddies met zo weinig mogelijk suiker neemt. Vooral die zoetere smaken zitten er al echt in. Ik krijg bij Epicurean sowieso al op verschillende niveaus. Inderdaad, gebrande suiker, een beetje honing erin. Het is niet per se nodig. Wat ook heel leuk is, is een whisky mac. Dat is echt een super Britse cocktail. Ik weet niet wat er veel mensen zijn die dat kennen. Stone's Ginger Wine. Dat is iets dat je totaal niet gekend is eigenlijk buiten Engeland. Ik heb dat ooit een keer gekocht om een projectje van mij te kunnen doen. Ik moest zo'n fles hebben. Zeer leuk gemberwijntje. Green ginger. En als je anderhalf deel whisky neemt en één deeltje ginger wine, dus neemt 45-30 of 15-10, whatever you like, niet eens voorsturen, gewoon neem de glas, gitaar. Ik heb hier toevallig ook wel een fles Epicurean staan. 30-20, whatever. Mega lekker. En de Rusty Nail, Drambuie. Ook zo de perfecte combinatie. Dom Benedictine, ook een kweet nieuwe lekkere combinatie. Gele Chartreuse, ook een super lekkere combinatie. In de meeste gevallen misschien 2-1 delen. Twee delen whisky, één deel liqueur. Maar gewoon neem goed veel ijs, giet dat in je glas. Gebruik je vinger als je geen barspoon hebt. Dat is echt zo de... gewoon super easy mixer. Maar daarvoor is die Epicurean zo... gewoon zo'n een beetje een bodybuilder in dat soort drankjes. Door die... Weet je, het heeft niet de complexiteit zoals veel andere whiskies. Die Tom & Tool, die we straks nog gaan bespreken, heeft dat ietsje meer, veel meer subtiele smaken. Epicurean heeft dat voor mij wat minder, maar daardoor kun je wel heel hard focussen op de main flavors. Mm. Citrus, beetje boomgaard, suikers en die malt. En daarmee heb je eigenlijk genoeg. En dan maakt het ook wel op dat vlak gewoon een hele toffe whisky. Zowel om wat de stijl te leren kennen, als basic mixing te doen. Ja. Maar het is heel typisch effectief Lowland. Hè? Dus ik ga even door de chatfunctie hier ook... het is effectief enkel Lowland blended malts. Hè? Dus vandaar dat je die typische Lowland kenmerken die we daarnet allemaal al gezegd hebben... Top met ginger ale, zacht en fruitig. Een duveltje zou hier wel bij smaken. En als we het dan hebben over bierpairing, zou ik inderdaad naar dat soort wat blondere, stevigere bieren gaan. Absoluut. Steven is iets aan het zoeken om droge worsten mee te maken en dan sterke drank te gebruiken om daar nog iets aan toe te voegen voor de fermentatie. Ja, kijk. Gewoon lekker als whisky, zegt Jean. Absoluut. Heel tof als aperitief gewoon. Uit veiligheid, dat ging nog over die koude douches. Geert zou hem serveren als aperitief met gewoon een beetje ijs en een schijfje citroen. Ja, dat kan zeker. Hè. Dat is die Lowland whiskies en zo, die typische aperitief whiskies ook. Hè. Dus, Dylan heeft het dan nog over de ijs. Dat gaat dan even over bier. Dat ga ik even overslagen. Broeders Lang zijn top whiskymakers. Ja, absoluut. En dan ga ik het even over Jan Bekkers. Er is een hele discussie over die ondertussen niet meer bij Douglas Lang zit, maar dus inderdaad in Zwitserland zit. Al even. Er is veel gebabbeld nog.
En de Timorous Beastie is effectief ook een leuke om cocktails mee te maken. Die heb ik hier ook staan. Dus, absoluut. Hele leuke whisky gewoon. Hè. Ja. Als je zo toddy style gaat, is dat met gewoon een thee en een klein toetsje honing. Maar echt zo weinig mogelijk, bij wijze van spreken. Ja. Ook fantastisch. Ja. Alright. Tof. We zijn redelijk over tijd aan het gaan. Dus dan gaan we, denk ik, naar de laatste whisky gaan. Wat die een Tom in taal 10 jaar is. Ik ga die even hier op het scherm zetten voor jullie. Shout-out to Gary Gazarigan trouwens, en to Fingerster. Ja. Dus Tom in taal. Links heb je die 10 jaar die we gaan proeven. En rechts heb je ook de 14 jaar, ik denk dat ondertussen niet meer klopt, maar dat lange tijd de grootste whiskyfles ter wereld geweest is. Die in Tommintal, het kleine dorpje Tommintal in de Speyside, een tijdje in een restaurant gestaan heeft, maar ik geloof vorig jaar terug verhuisd is naar de distilleerderij. Een fles van 1,5 meter hoog waar 105 liter whisky in zit, dus ongeveer 150 flessen. Daar kun je al een paar cocktails mee maken, denk ik. Ik denk niet dat ze ooit gaan opengaan. 105 liter. 105,3 liter spirit. Tommintal, ja, typische Speyside whisky. Heel mooie whisky, ook weer om zo te drinken, absoluut. Ik ga er een kleine persoonlijke anekdote bij vertellen. Ik had dat beloofd aan Matthias en ik heb ze speciaal daar straks nog niet verteld. Hij kent ze dus nog niet. Maar ik was in 2010 met 3 vrienden in de Speyside. En we gingen Tommintal bezoeken. Nu, die hebben geen bezoekerscentrum, of toen toch nog niet. En dat was eigenlijk nog niet mogelijk om een bezoek te doen. Maar toch op een of andere manier hadden we dat geregeld gekregen, dat we mochten gaan een rondleiding krijgen. Er was helemaal niemand, behalve de man die ons daar toen rondleidde. We hebben daar 2 uur rondgelopen. Dat was gratis ook, we moesten niks betalen. En na afloop gaan we naar een klein kamertje en er staan 5 glazen en een fles de Tommintal 10 jaar op tafel. En die man die schenkt ons letterlijk zoveel in een glas. Zegt, ja, kom, we gaan het proeven. Hè. Dus wij, oké, ja, vriendelijk van die mens dat we toch iets gratis mogen proeven. Dus wij zitten daar nog 1,5 uur, dat is bijna leeg. En die man zegt, zullen we nog iets proeven? En dan hij gaat dan de 12 jaar halen en terug zo'n glas. En die man heeft dat 7 keer herhaald. Dus we hebben 7 keer zo'n vol glas whisky gekregen. En we moeten weten, dat was de namiddag en in de voormiddag hadden we al Benriach bezocht, waar we een rondleiding gekregen hadden en waar Stuart Buchanan op dat moment achteraf zei, ja, een tasting heb ik niet echt tijd voor, maar hier, deze kast staan alle flessen, hier zijn glazen, proef maar, ik ga wat boekhouding doen, zeg maar als je klaar bent. Dat was onze dag in Speyside die na dat bezoek aan Tommintal redelijk snel geëindigd was. Dus, oh, dus fantastische plek, hele leuke whisky en voor mij een hele, hele toffe herinnering. Een single malt om weer eens mee aan de slag te gaan, Bram. Ja, inderdaad. Een leuke, bij dat soort malts vind ik altijd een Missouri. En ik weet nooit hoe gekend dat is. Maar dat is eigenlijk gewoon, dat we letterlijk vertaald betekent dat met water. En dat is 1 deel whisky en 2 delen koud water. En toen dat ik het de eerste keer hoorde, dacht ik van, maar wat voor waanzin is dat? Maar uiteindelijk, dat is zo zomers en op zo'n speciale manier, zo complex eigenlijk. Dat is echt een aanrader. Dat is een Japanse cocktail highball. Dus daar zit natuurlijk een volledig heel uitgebreide, heel specifieke techniek achter. Dus waarbij dat je je deel whisky in je glas schiet, met ijsblokjes, 13,5 keer stuurt, dan doe je er je water bij, en dan stuurt je nog eens 3,5 keer. En dan is het klaar. Moet je echt je lepel dan stilhouden, water bij doen en dan verder stuuren, of moet je hem eruit halen? Dat is een heel goede vraag. Ik weet alleen, moest een Japanse bartender mij dat zien maken? Ik weet niet of dat hij harakiri pleegt of mij afmaakt. Maar ja. Daar is dat echt nog de hele... Dat is echt met apprenticeships. En eer dat je dat mocht maken, moet je echt wel... Zijn al een paar jaar bezig. Maar
Het is een heel stom om te zeggen, maar het is een fantastische summer drink. Als het zo echt heet is. En zeker met zo die Speyside, Highlands, eerlijk gezegd, ik denk dat met een Epicurean ook heel goed zou werken. Zeker met die een extra ABV dat je erbij hebt. Daarnaast ook zo echt wel, ik ben blijkbaar in zomersfeek. Mm-hmm. Heb je nog de quintessential summer cocktail, de Julep, die standaard uiteraard met bourbon gemaakt wordt, maar die werkt ook heel goed met deze soort scotches. Dat je dan eigenlijk de gewone combinatie van whisky, munt en suiker met een enorme hoeveelheid ijs. En als je dan iets anders wat wilt, kun je je munt en je suikersiroop ook vervangen door Brancamenta. Dan heb je al zo wat meer het medicamentgevoel, daar moet er wat meer voor zijn. Maar dat is zo'n ongelooflijke complexie. Ja, ik vind dat wel een goeie. En als laatste is het zo van een controversiële, de Blood and Sand. Maar ik vind dat gewoon al de coolste cocktailnaam ooit, de Blood and Sand. Genaamd naar een stomme film uit de jaren 20, als ik me niet vergis. Deels als promotiemateriaal. Maar het probleem daarbij is, dat is een cocktail met sinaasappelsap. En zoals dat Matthias daar juist al gezegd heeft, bij appelsap, vaak werkt dat niet als je gewoon sinaasappelsap gebruikt in je cocktails. Dus de originele is whisky, rode vermout, sinaasappelsap en Luxardo-likeur in gelijke deel. En dat shaken in je drankje. En dat is altijd zo'n beetje teleurstellend voor mij. Ik weet niet wat er andere mensen zijn die er wel grote fan van zijn. Voor iedereen. Maar je kunt wel zalig spelen met die smaken. Want Matthias heeft het daar juist ook gezegd, als je dan je sinaasappelsap vervangt door bijvoorbeeld de Clément Shrub, als je dan 50 ml van je whisky... kijkt op de bar, zo'n bartender, een menulijst van, oh ja, oké, kekskeus en sinaasappelsap en whisky, al die dingen dat je verwacht, krijg je dan, maak in een veel geïntegreerder geheel. Alright. Ja, ik was even weg, mijn internetconnectie was unstable, zei het ding, dus ik heb een deel van de uitleg niet gehoord. Hello. Maar, was ik hier? Jim. Ik dacht juist al onder mijn voeten dat we over tijd gaan. Ja, ik weet het. Even kijken wat er in de chat staat. Heel zacht en subtiel. Best in verfijnde cocktails. Er vraagt nog iemand, kunnen we volgende keer mee? Dat zal nog over mijn verhaal in Tommeltaal zijn, denk ik. Ik ga mijn best doen. Richt kruidig. Met Jet, 37. Jet is dat trouwens, hè? Jet? Dat is zo'n munt aperitief zeker, hè? Ik ken het niet. Ja. Ik ken het niet. Ik weet niet wat je hebt, maar... Ja, het ziet er vrij specifiek. Het komt in zo'n typische fles. Hard wel herkennen als je de fles ziet. Maar... Likeur op basis van munt, wordt hier gezegd. Dus Brancamenta van den Aldi. Oké. Kijk. En de combinatie van met anijs lijkt me heerlijk, zegt Geert. Dus, Ja, dat is een beetje vergelijken met die Epicurean van net. Dit is veel subtieler. Dus als je inderdaad... Weet je, je hebt whiskies die de wilt mixen, omdat ze gewoon de extreme versatility factor hebben. En je hebt ook whiskies die de wilt mixen, omdat ze dat een leuke, subtiele smaak naar boven kunnen laten brengen. En deze, die in Tom & Tool, is een beetje dat geval. Ik zie een Timmy nu heel juist in de chat uit Chinaar nog een keer aanbevelen. Dat is zo Amaro's, hè? Zo Fernet Branca, Chinaar. Dat gaat kei lekker allemaal samen. Mm. Naast die Mizuari, alles wat een beetje zo Gin Ricky eventueel, die zo wat
Gin-ricky, dat is normaal gin-limoen-spuitwater, maar dat werkt perfect ook met whisky. Zij whisky met een klein beetje citroensap en spuitwater. Dat is totaal niet zoet, hè, zoals je wel hoort. Je hebt daar niks van suikerelementen. Maar dat werkt enorm verfrissend in de zomer. Je moet dat een beetje leren drinken wel, mizuwaris in het algemeen. Mm. Als je daar niet gewoon bent van te drinken, komt dat een beetje voos over, zo de eerste keer. Maar na een tijd begrijpt je wel wat dat is. En dan heb je van die whisky like Tom in Tool en andere lichtere stijl whiskies die ietsje lager in ABV zijn, heel veel subtiliteiten meebrengen. Die komen wel tot hun recht daarin. Ik zou dat niet gewoon door een whisky sour smijten, gelijk dat je mij bijvoorbeeld in een Epicurean wel kunt doen, doordat je de ABV, hoeveelheid van 46, echt wel gewoon je die kracht geeft om dat te doen. Tom & Tool laat dat inderdaad ietsje meer op de voorgrond staan, geeft dat ietsje meer speelruimte als main protagonist of zo van het verhaal. En dan komt het wel goed. Ja. Die Blood and Sand is op dat vlak ook is een super, super toffe cocktail. Misschien niet omdat je de alle subtiliteiten van de whisky gaat leren kennen, maar je gaat wel leren begrijpen hoe dat je whisky werkt in van die semi-complexe mixes. Als je dat ten opzichte van een heel herkenbaar zuur en zoet zet in een whisky sour, dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Maar als je met liqueurs en met alternatieve sweeteners en met fortified wines gaat beginnen werken, dan krijg je echt heel andere uitwerkingen en bijwerkingen. Oh, Geert, ik zie je hondje daar zo slapen. Ja, voilà. Ja, schattig. Oh my god. Is het een scallywag, Geert? Denk het niet. Het trekt er wel op, denk ik. Ik zie Robin hier nog vragen, is hier een bierpairing voor? Goh, uiteraard is daar een bierpairing voor. En Dylan antwoordt op dit moment Imperial Stout. Ik was aan het denken eerder richting Pale Ale eigenlijk. Dat werkt bij dit soort iets lichtere, subtielere whiskies ook altijd wel heel, heel tof. Vind ik persoonlijk. Dus, maar voilà, het is een Maltesertje. Daar zijn we dan. Voilà, dat waren ze voor vandaag. Ik heb nog één vraagje voorbereid voor jullie in de vorm van een poll. En dat is niet wat vond je het lekkerste vanavond, maar dat is welk van deze dranken dat je nu geproefd hebt, van die zeven, heeft u nu het meest geïnspireerd? Waar heb je het meest een connectie mee gehad? Waar hebben we zoiets van gehad van, oh tof, daar wil ik wel eens iets mee gaan doen, of dat vind ik tof dat ik die heb leren kennen. Want het is uiteraard heel moeilijk om die dingen te vergelijken op basis van wat vinden u het lekkerste, omdat die zo uiteenlopend zijn. Dus als jullie willen, mogen jullie daar even op stemmen. En dan deel ik zelfs ook de resultaten met jullie. Ik ben heel, heel benieuwd wat dat gaat worden. Terwijl dat jullie dat doen, ga ik even kijken. Ik denk dat ik ondertussen nog een scherm kan delen om nog iets, een beetje reclame te maken voor de volgende sessies. Voilà, dus dit is de volgende is volgende week, maar die is al volzet, waar we een aantal nieuwe dingen gaan ontdekken die gelanceerd worden. De 19e april, binnen 2 weken, zijn wij hier terug met z'n drieën om het weer te hebben over een aantal leuke dingen en welke cocktails dat je daarmee kan maken. Een paar daarvan hebben we al vernoemd, dus die Leons gaan we zeker proeven, die Black Tears gaan we zeker proeven. Nog een aantal andere dingen. Ik kan ook al zeggen dat we er dan 8 gaan proeven in plaats van 7. Dus nog eentje extra. Als je daar nog mee wil meedoen en nog niet ingeschreven bent, Sinoco Spirits op Facebook even checken en het event. En daar kan je de link vinden om te registreren. En dan, als het dan gaat over de andere reeks die er nog aankomt. Ik zei het al, er zijn er 24 in totaal. En je ziet er hier dat er nog een heleboel staan aan te komen. De 22e april is onder andere Geert, die hier aanwezig is. Geert Konar van de gast om het over bourbon te gaan hebben. Er zijn nog een sherry-tasting is nog gepland, een rum-tasting. Douglas Lang, waar we hier vandaag de Epicurean van geproefd hebben, gaan we nog een tasting rond doen. Cognac en Armagnac volgt ook nog, omdat we het daar straks gehad hebben over de slechte marketing van Armagnac. In het najaar volgt Cognac versus Armagnac. Enfin, heel veel in elk geval. Check de Facebookpagina van Sinoco Spirits. Daar vind je ze allemaal terug. En ook de manieren waarop je ervoor kan inschrijven om eraan deel te nemen. En een deel daarvan, ongeveer de helft, ga je mij terugzien als gastheer. En de andere deel ga je Chris Lauriers terugvinden. Die zo mogelijk
nog veel interessanter is. Ondertussen heeft iedereen gestemd. En kan ik even delen wat jullie gestemd hebben. En ik zie hier dat er is op alles gestemd geweest, wat ik op zich al heel tof vind. Ja. En toch de La Coppa die het meeste mensen geïnspireerd of verrast heeft. Dus voilà. Dat is wel plezant voor ons ook zelf om te weten wat jullie nu leuk vonden aan vanavond. Ja, La Coppa was... ik kende het nu al, maar dat was voor mij echt een van de grootste revelaties van denk ik, 2 jaar geleden. Echt fantastisch product. Hè. Ja, heel leuk, hè? Absoluut. En ik zie hier ook, ik vind het ook tof dat die Clément Schrupp en de Fumée ja. Volcanic zijn eigenlijk de tweede plaats dan zo gezegd, maar je krijgt hier eigenlijk geen plaatsen uiteraard. Hè. Dus, voilà, dan ga ik die even stoppen met Sharon. Ah, de beste paascocktail of de beste paas, de chocolade. De paaspairing. Oeh, ah ja, hebben we er eigenlijk goede gevonden? Want er was een, het was vooral met de Angostura Coco bitters. Ja, en de Clément, hè. De Clément werkt wel ja. Met chocolade sowieso, denk ik. Dus, wat was er met witte chocolade? Het was nog iets, hè? Ja, de dingen, hè. De Sorgin ging ja. Met witte chocolade gecombineerd worden. Vind ik ook wel een boeiend ding. Dat ga ik eens even proberen, denk ik. Ja. Kijken wat het geeft. Dus, krijg honger, hè? Krijg honger. Krijg er honger van, absoluut. Ik zie hier nog een paar vragen. De bierpering bij de cocktailreceptjes. Ik heb ze niet allemaal genoteerd, maar hier en daar zal ik ze wel toevoegen als ik ze Dylan. Mij nog herinner. Of Dylan, stuur ze mij even door als je wilt. Hè. Voilà. Heren, Matthias, Bram, dankjewel alweer voor een... Oei, ik ben weg. Horen jullie mij nog? Ik weet niet of jullie mij nog horen. Internet. Horen jullie mij nog? Normaal gezien kom ik... Ja, daar is het. Ah, voilà. Ik was jullie uitgebreid aan het bedanken. Dus bij deze is dat gebeurd, maar in het niets. Dus Matthias, Bram, merci alweer voor jullie vele inspiratie. We gaan uiteraard de recepten enzovoort delen. De opname gaan we ook nog zien wat we daarmee gaan doen. Of dat we dat openbaar delen of gewoon bezorgen. En dus de volgende keer zijn we er weer om het over 8 nieuwe dingen te hebben. Ja. Sinoco, Glenn, dankjewel alweer voor het organiseren van heel deze reeks, dat wij dit mogen doen voor jullie. Want dat is altijd gezellig en leuk. En bij deze ga ik jullie dan de nacht insturen. Nog een fijne einde paasmaandag wensen en tot de volgende keer. Als je in Brussel of Wallonië woont, snel naar huis. Je hebt nog 6 minuten. Ja. Als ik al niet thuis zit, natuurlijk. Salukjes allemaal. Bye bye. Bye. Tada.